Wat heeft u een mooie jurk aan? Wij doen onze uiterste best om zo'n aangenaam mogelijk leven te geven aan mensen die een ziekte hebben. Een heel vervelende, nare ziekte. En we proberen het leven zo goed mogelijk voor ze in te richten. Er is veel meer rust gekomen en dat doet haar zelf heel erg goed. Je kan de zorg overlaten en je kan weer kind voor je ouders zijn. Wil je hem even aan? Moet je eens kijken, even kijken. Nou, laat eens kijken hoe die staat dan. Hebbegie Zoetermeer staat voor een open, fijn, gezellige, familiaire club. Zowel met medewerkers, bewoners als familie. Iedereen hoort erbij. Smaakt het, Jan? Mooi zo. We hebben 16 bewoners en die zijn allemaal dementerend. In principe gaat het over mensen met geheugenproblemen. Het hoeft niet altijd dementie te zijn, maar bij ons is iedereen dement. In een herbergier zijn wonen en zorg gescheiden. De kosten voor inwoning en de huur van de kamer, dat wordt uit particuliere middelen betaald. Een AOW, een pensioen, een vermogen, daar wordt dat uit betaald. De zorg die wij leveren wordt betaald uit een persoonsgebonden budget. Wat wordt aangevraagd op basis van een indicatie die een bewoner heeft. Nou, iedereen zit gezellig buiten. Kom ik lekker bij je zitten. Nou, ze nieuwsgierig, ja, hè? Alles wat er om je heen gebeurt. Ja. Mijn moeder heet Asta Lazarus. Ze komt uit Estland en ze is ondertussen 92 jaar oud. De konijntjes. Wat een snoesje. Schattig, hè? Ze liggen naast elkaar. Dat zijn dus snoesjes. Vorig jaar merkten we dat ze een beetje verward was. Ze vergat dingen op te ruimen. Er stond een theeglas in de koelkast en... de paté die lag in de keukenkast weg te rotten, dus we merkten toen het gaat achteruit. En ik vraag me af of het misschien pijnlijk is of zo, want ik vind dat hij de laatste tijd altijd zo moeizaam eet. Mijn ouders zijn Thea en Riekes ooms. Mijn vader is inmiddels 92 jaar. Mijn moeder is net geen 87 geworden. Die is een half jaar geleden helaas overleden. En ze zitten hier van het begin af aan bij de herbergier Zoetermeer. Nou ja, hij wou niet eten, maar hij eet wel. Mijn vader, die is toen hij 59 was, is hij van het dak afgevallen. Toen heeft hij schedelbasisfractuur opgelopen. En daarna is hij eigenlijk geestelijk altijd anders geworden. En mijn moeder, rond haar 80ste, kregen wij als kinderen zoiets van, ze gaat toch wel wat dingen vergeten. Toen ontdekten we ook dat ze verzorging slechter werd. Zij dacht altijd dat ze hier naartoe is gekomen vanwege mijn vader, maar het was ook heel duidelijk voor haar. Til je voet eens op? Ja, beter. En toen hoorde van de herbergier. Toen ben ik op de site gaan kijken. En daar werd ik echt helemaal blij van hoe de mensen daar... benaderd worden de bewoners en hoe het daar gaat. Iedereen zijn eigen kamer, gezamenlijke woonkamer, mensen bij elkaar. Vooral de huiselijkheid. En ik denk, ja, volgens mij hoort mijn moeder daar wel thuis. Oké, gaan we eerst weer draaien. Wat voor onze bewoners heel erg belangrijk is, is licht, bewegen en muziek. Ik wacht je even van de wijs. Ja, gaat helemaal goed. Lichamelijke beweging vraagt ontzettend veel van je van hersencellen. En dat is ook de reden dat wij bewegen hoog in het vaandel hebben staan. En voor? Toen mijn ouders aanmelden heb ik ook gezegd van nou, ik ben fysiotherapeut. Ik heb al eerder met dementerenden gewerkt. En ik zou best wel bijvoorbeeld de gym willen gaan geven hier. En dat doe ik nu van het begin af aan al. En het is ontzettend leuk om te doen. Ja, je prikkelt natuurlijk de hersenen weer. Je ziet ze gewoon opleven en wakker worden. En daarna zijn ze ook weer meer actief. Ik vind het leuk, joh. Ja, dit is echt leuk, een leuke fiets, hè? Ja. We hebben een duofiets waar veel op gefietst wordt door medewerkers, maar ook door familie die het leuk vindt om met vader of moeder een leuk stuk te gaan fietsen door Zoetermeer heen.
sowieso voor oudere mensen is licht heel erg belangrijk, want vaak leven mensen in veel te veel donkerte. Nou, we hebben daglichtlampen die meesturen in het dagritme van mensen. En op die manier proberen we het dag- en nachtritme zo goed mogelijk te houden, want heel veel mensen suffen in overdag en worden 's nachts wakker. Met behulp van die lampen proberen we dat te sturen. Dat gaat aardig. Als de klok van Arnhem. Muziek roept sowieso heel veel ankers op van vroeger. Heel veel uit het verleden. De herinneringen van vroeger komen daarmee terug. En daarnaast, mensen vinden het ongelooflijk leuk om met muziek bezig te zijn. Ze kunnen zingen, ze kunnen met hele eenvoudige instrumenten nog zelf muziek maken. Ja, het is eigenlijk altijd een feest als we muziek maken met elkaar. Ik geef je een roos elke dag. De visie van een herbergier betekent dat we een open organisatie zijn. De deuren zijn open, mensen kunnen naar buiten. Maar ik denk dat het allerbelangrijkste is, het welzijn van de bewoner staat voorop. En de organisatie moet zich daaraan aanpassen. In de reguliere zorg heb je heel veel te maken met regelgeving. Dat is daar ook erg belangrijk, daar word je ook erg op afgerekend door de inspectie. En in deze herbergier hebben we weinig tot geen regelgeving, waardoor we veel meer tijd overhouden om welzijn te bieden aan deze doelgroep. Het is vrij simpel. De behoefte van mensen om naar buiten te gaan. De regels zijn natuurlijk dat gevaarlijk is en de protocollen en dat soort dingen meer. Terwijl wij gewoon zeggen, die mens heeft behoefte om te lopen, die mens heeft behoefte om naar buiten te gaan. Dan moeten we dus zorgen dat dat ook gebeurt. En in het begin vroegen mensen heel van, maar mag dat dan? Ja, blijf vooral nadenken en kijk naar die bewoner en kijk wat die van jou vraagt. Ik zie ook wel eens dat er gewoon eentje de deur uitgaat. Er is al het personeel die zegt, joh, ik loop gezellig even met je mee. En ze lopen even een rondje en ze lopen weer naar binnen en het is prima. We krijgen heel veel telefoontjes van mensen die graag een bezoek willen brengen aan de herbergier. Om te kijken of dat ook een geschikte plek is voor hun vader of moeder. Maar goed, het is niet altijd voor iedereen geschikt. Ze is minder emotioneel. Ze is rustiger, ze slaapt weer beter. Ja, dat doet haar zelf heel erg goed. Ja, het geeft haar rust, het geeft dus ons rust. En als ik naar huis ga, dan heb ik het gevoel, het is oké. Toen ze eenmaal hier zaten, viel er echt wel een stukje last van je af. Je kan de zorg overlaten en je kan weer kind voor je ouders zijn. Ik vind het geweldig om hier te werken. Afgelopen december had ik zin om met een aantal mensen naar de kerstmarkt te gaan in Duitsland. En dat hebben we gewoon gedaan. Dat is ondenkbaar in de reguliere zorg. En dat mag hier wel. Weet je, het is hier gewoon ontzettend leuk leven. We doen heel veel leuke dingen met elkaar. Er ontstaan onderling leuke contacten tussen de bewoners. Het feit dat we erop uittrekken, dat we leuke dingen doen, dat maakt het hier gewoon tot één fijne grote familie. Klopt.